Hallo, welkom op mijn videokanaal. Het is vandaag een prachtige zonnige dag. Het is de eerste dag dat ik hier ben voor de Tall Ships Race hier in de stad Antwerpen. En ik sta hier ook op het evenementenplein, net aan de voet van dat bekende havenhuis. Het havenhuis is een architecturale parel en ongetwijfeld een van de meest verrassende en spraakmakende blikvangers van de Antwerpse skyline. Het is het hoofdkantoor van Port of Antwerp Bruges. Het onderste deel was vroeger een brandweerkazerne die op het uiterste punt van de haven stond. Als een schitterende diamant zweeft het nieuwe gedeelte boven de historische brandweerkazerne, waarbij de punt als de boeg van een schip richting de Schelde wijst. De glinsterende diamant refereert duidelijk naar de Antwerpse diamanthandel. Ik ga deze video van de Tall Ships Races Antwerpen 2022 maken in 3 afleveringen. En dan gaat u prachtige beelden zien, zowel van op het land, het water als in de lucht. De eerste aflevering om deze prachtige schepen te bezoeken gaan we hier starten aan het Kattendijkdok. En vergeet ook niet, er komt nog een interview in elke aflevering. En vandaag gaan we starten met de Eendracht. En daar gaan de mensen uitleggen wat de Eendracht juist betekent. Dus blijf zeker kijken en vergeet niet je te abonneren en een duimpje omhoog. Eendracht is eigenlijk gebouwd als opleidingsschip, dus een gaffel topzeilschoener. Dus we varen ook veel met zeevaartschoolstudenten en dus met veel jonge mensen die om eigenlijk te leren zeilen, dat is het punt van het schip. Dus het bijzondere aan de Eendracht is dat veel van de bemanning vrijwilligers zijn, dus het wordt gedreven door vrijwilligers en dat maakt de Eendracht eigenlijk uniek. Als we enthousiastelingen aan boord hebben en die, waarvan we denken dat die binnen het vrijwilligersbestand passen, dan vragen we die of die vrijwilliger te worden. En soms zijn er ook mensen die zelf de Eendracht aanschrijven van ik ben enthousiast en kan ik vrijwilliger worden. We varen het hele jaar door en in de winter varen we dus reizen die te boeken zijn voor
voor iedereen eigenlijk. En in het voorjaar varen we dus, wat ik zei, veel met zeevaartschoolstudenten. Dus dat is, dan is het eigenlijk het schip alleen beschikbaar voor de zeevaartschool. Dus dan, en ook veel dagtochten voor bedrijven, bedrijfsuitjes bijvoorbeeld, of evenementen, varen we ook een dagtocht. Vaak. Bijvoorbeeld deze winter gaan we ook naar de Cariben, dus dan gaan we de oversteek maken. En in de zomer vooral op Noordzee. En dus in de zomer ook de Tollship Races. We hebben 23 hutten. En 2-persoonshutten, 4-persoonshutten. En het schip is verdeeld in 5 compartimenten. En dit schip is een 3-mast gaffel topzeilschoener. Kijk, er zijn niet alleen vrijwilligers die we hebben. Daar hebben we er 300 van. Vrijwilligers aan boord. Maar de trainees die wij aan boord nemen ook, die werken allemaal lekker mee. Ze komen met één doel aan boord, hè? Zeilen. Op de Eendracht. Ja. En dat proberen wij dus ook zoveel mogelijk te doen. Elke wacht heeft zijn taken uit te voeren. Schoonmaken, zeilen hijsen, navigeren, aan het roer staan. En dat wordt dan gecoördineerd door de kwartiermeester. Way